Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze special. Ik word nu echt enorm keihard gepusht op mijn kanaal met de abonnees. Dus ik heb alvast maar mijn baard opgeschoren. Morgen komt hij online rond, laten we zeggen, 8:30 plus minus over 8 uur. Moet ik even kijken. Ik wil in ieder geval wel zeggen, in ieder geval heel erg bedankt dat jullie mij supporten. Dat waardeer ik echt super, super, super erg. Er komen leuke dingen aan, in ieder geval. Sorry dat mijn baard nu alvast af is. Maar het gaat ontiegelijk snel nu. Dus ik maak me geen zorgen dat ik morgen de 1K heb. Dus wil je zien hoe ik mijn baard afscheer en mijn snor? Morgen dus de première. Wees er absoluut bij. En hopelijk dat de delay dan niet zo heel groot is. Dus check ook even zeker mijn vorige filmpje. Daarin had ik ook een 1K special. Ik zit nu op de 689 zo te zien. Plus minus. Dus wil je onderdeel uitmaken ook van mijn community. Het is ook leuk en gezellig. Dikke lol trappen. Gewoon gezelligheid. Geen domme dingen. Geen dreigementen. En dat soort dingen. Dat vind ik sowieso niet hartstikke leuk. Oftewel, ik wil daarmee zeggen van het is gewoon niet leuk dat mensen worden gepest om hun uiterlijk. Of dat mensen worden gestalkt of mensen die worden gepest. Ik vind het alleen wel gewoon leuk dat mensen om elkaar geven en dat er naar elkaar om wordt gekeken. Want zoals in de jaren 30 waren mensen nog niet naar elkaar omkeken. En kijk, ik ben nog een broekie, dat weet ik ook wel. Maar ik heb wel met heel veel mensen gesproken die in die tijd zijn geboren, de oorlog hebben meegemaakt. En alleen na die tijd is het gewoon enorm verslechterd wat betreft dat mensen überhaupt nog naar elkaar omkijken. Dus ja, help ook gewoon een ander die je lief hebt. Ook mensen naast je. Doe eens een keer een boodschapje voor ze of zo. Of breng een keer een brief op de bus. Kleine moeite. Er wordt altijd gewaardeerd. Want ja, mensen die voor ons hebben gevochten in de oorlog. Daarvoor moet je zeker respect hebben. En ook zeker respect hebben voor de ouderen. En stukje brood. Ja. In ieder geval, ik wil wel zeggen van ja, het maakt niet uit hoe jong of hoe oud je bent. Iedereen is even gelijk. Het gaat erom wat hier zit, zeg maar, in je hart. Zolang de innerlijke maar goed is, weet je, en de uiterlijke is ook niet belangrijk. En ja, tuurlijk. Er zijn genoeg mensen die haat zaaien of dingen die posten om alleen maar leugens te verspreiden. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ik vind het alleen maar triest dat mensen zulke dingen doen, weet je. En ja, eigenlijk staat het mij gewoon hartstikke koud. Ik word er niet warm of koud van. Het zijn alleen maar gewoon loze woorden die ze verspreiden. En zeggen van, goh, we hebben een foto of dat soort dingen. Het interesseert me geen moer, om het netjes te zeggen. Dus ik wil voor nu in ieder geval iedereen wel bedanken die mij gewoon keihard support. Dikke shout-out naar jullie allemaal. En voor nu zeg ik je wel bedankt voor het kijken. Like even deze video. En dan zeg ik tot de volgende première waar dus mijn baard en snor eraf gaat. En daarna ook nog een keertje mijn wenkbrauwen, korte, niet er helemaal af, want het staat gewoon niet. Ik ben al koud genoeg, dus in ieder geval voor nu, later.